Van de televisieserie De Mens in Wording is deze dagen ook een boek in de Nederlandse vertaling verschenen dat elke aflevering op de voet volgt. Schrijver is de presentator van de programma's Jacob Brunowski en de talloze illustraties zijn ontleend aan de programma's. Het boek is uitsluitend in de boekhandel verkrijgbaar, dus niet bij de NOS. Vrijdag 6 oktober wordt in de VARA-studio in Hilversum het eerste concert gegeven van een nieuwe serie Euro-NOS-concerten van de NOS Radio. De serie bestaat uit 4 concerten op de vrijdagavond door respectievelijk het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor, het Omroeporkest en het Radio Kamerorkest. De overige 3 concertdata zijn 3 november, 1 december en 12 januari. Het eerste concert wordt verzorgd door het Radio Philharmonisch Orkest met medewerking van het Groot Omroepkoor onder leiding van Hans Vonk. Er worden werken uitgevoerd van Mozart, Serra en Mahler. Aanvang 8 uur. Abonnementen op deze serie kunnen worden besteld door 25 gulden over te maken op postgiro 1422 ten name van NOS Hilversum onder vermelding van Euro NOS 1978-79. Losse kaarten aan 7,50 gulden zijn, indien nog beschikbaar, uitsluitend in de week voorafgaand aan het concert te verkrijgen bij de studiodienst van de VARA. Morgenavond in het NOS-programma onder andere om 7 uur van gewest tot gewest en om 8 uur het televisiespel op kosten van de gemeenschap. De drama-inzending van de BBC naar de Prix Italia, waar het dit jaar de eerste prijs kreeg. Dit programma duurt 10 minuten langer dan staat aangekondigd en daardoor beginnen Journaal, Den Haag Vandaag, Panoramiek en Studio Sport ook natuurlijk 10 minuten langer. Terug naar vanavond, we besluiten...